Amsterdam is een schitterende tentoonstelling rijker geworden. Een permanente diamantexpositie die is ingericht door een hoofdstedelijk diamantbedrijf. Hoewel de tentoonstelling niet omvangrijk is, werd er toch ook een plaatsje ingeruimd voor demonstraties van de diamantbewerking. Met 5500 omwentelingen per minuut worden de ruwe stenen door de diamantzaag in stukken verdeeld. Nog een andere bewerking, het slijpen, is hier te zien. Met behulp van de snel draaiende slijpschijf brengt de slijper op de diamanten facetten aan, waardoor er schittering ontstaat. Toch blijft het voor de leek een raadsel hoe uit een ruwe steenklomp zo'n briljante verzameling kan ontstaan. Kwartskopieën van beroemde stenen zoals van de blauwe hoopdiamant zullen de aandacht trekken van de toeristen die men door deze tentoonstelling hoopt te interesseren voor Amsterdam als diamantstad. Tevens ziet men in deze expositie een mogelijkheid om de jeugd met het diamantvak bekend te maken. Burgemeester Dailly, die de opening verrichtte, voelde zich bepaald aangetrokken tot het Amsterdamse wapen dat liefst 1816 briljantjes bevat.